Tot nu toe zijn de meeste onderwerpen die we in tijdvak 9 behandeld hebben niet bepaald prettige onderwerpen geweest. En dat geldt ook weer voor dit kenmerkend aspect. We gaan kijken naar racisme en discriminatie die leiden tot genocide, in het bijzonder op de Joden. En we gaan eerst eens even kijken naar die drie begrippen, racisme, discriminatie en genocide. Dan beginnen we met racisme. Racisme wil zeggen dat je een opvatting hebt dat de wereldbevolking kan worden opgedeeld in rassen, waarbij het ene ras beter is dan het andere ras. En discriminatie gaat daar een stap verder in. Discriminatie wil namelijk zeggen dat je onderscheid maakt tussen mensen met de bedoeling om een bepaalde groep mensen achter te stellen. Oké, er zijn verschillende rassen, het ene ras is beter dan het andere, en daardoor mag dit ras iets niet doen wat andere rassen wel mogen doen. Nou zijn dit al vrij serieuze aangelegenheden waar ik een hartgrondige hekel aan heb, maar genocide gaat nog een stap verder. En dat hebben we helaas in de geschiedenis ook een aantal keer gezien. Wat is genocide? Genocide is systematische uitroeiing van een volk of een bevolkingsgroep. Heel simpel gezegd, eigenlijk gewoon massamoord op een bepaalde groep mensen, omdat die mensen tot die groep behoren. En dit is dus vaker in de geschiedenis voorgekomen, het komt nog steeds voor helaas. Maar bij dit kenmerkend aspect staat er één bepaalde genocide centraal, namelijk de Holocaust op de Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Daar gaan we nu eens even naar kijken en dan hebben we het dus weer over antisemitisme, vijandigheid tegen Joden. En we gaan eens even kijken hoe dat eigenlijk in Duitsland en de rest van Europa is gegaan vanaf 1933, het moment dat Hitler de Duitse regeringsleider wordt, en hoe het van racisme tot discriminatie tot uiteindelijk die genocide kwam. Nou, wat gebeurt er? Die nazi's die hebben een soort partijleger, de SA, en die gaan steeds meer geweld gebruiken, met name dus tegen die Duitse Joden. Dat is al niet prettig, maar er worden ook duidelijkere maatregelen genomen. Er komt een toename in de anti-Joodse wetgeving. Zo is het bijvoorbeeld verboden voor Joden om nog langer ambtenaar te zijn, om het Duitse beleid uit te voeren. Nou, en dan hebben we dus een duidelijk voorbeeld te pakken van discriminatie. Joden mogen bepaalde zaken dus niet meer doen die andere groepen mensen wel nog mogen doen in 1933. En dit is het begin. In 1935 zien we nog een goed voorbeeld van die discriminatie als de zogenaamde Nuremberger wetten worden ingevoerd. Daarbij wordt er bijvoorbeeld gezegd dat Duitsers niet meer mogen trouwen met Joden, maar er wordt ook gezegd dat Joden geen burgerrechten meer hebben. De Duitse grondwet die beschermt hun niet meer, die geldt eigenlijk niet meer voor hun. En daarmee wordt echt een groot onderscheid gemaakt tussen Joden en niet-Joden in Duitsland. Hier is dus echt sprake van discriminatie. Nou ja, zo zijn er allerlei zaken die er spelen. 1938 pakken we er even uit, de zogenaamde Kristallnacht. Openlijke geweldspleging tegen Joden in heel Duitsland, onder aanvoering van datzelfde partijleger van die nazi's, die we al eerder zagen. Joodse synagogen, Joodse winkels worden aangevallen, worden geplunderd, worden vernield. En dat is dus echt ook een uiting van openlijk racisme dat je door heel Duitsland zag. Was het een heel groot succes? Nou, dat viel uiteindelijk wel mee, maar het is wel een teken van hoe het eraan toeging in Duitsland in die tijd. En vanaf 1939 krijgt ook de rest van Europa te maken met toenemend geweld tegen de Joden, omdat Duitsland grote gebieden van Europa verovert. En dan zien we dus dat de Europese Joden worden gevangen gezet of vermoord door de nazi's. Hier zie je twee artikelen uit Nederland, waarbij ook weer duidelijk de discriminatie van de Nederlandse Joden naar voren komt. Ze mogen niet meer naar niet-Joodse zwembaden of naar niet-Joodse cafés. En ze moeten dus een J op hun persoonsbewijs op hun paspoort hebben staan. Andere groepen hoefden dat niet. Andere groepen hadden die beperkingen niet. En dat is dus een voorbeeld van discriminatie. Maar goed, nu komen we bij de genocide terecht. Want in 1941 vraagt Hitler een andere groep binnen de Nationaal Socialistische Partij, de SS, om de Endlösung, de eindoplossing. De eindoplossing voor wat hij noemde de Joodse kwestie, het Joodse vraagstuk. Het probleem, zoals Hitler het zag, van wat moeten we nou eigenlijk met al die Joden in Europa doen? Nou, en in 1942 wordt er aan de Waanzee, vlakbij Berlijn, een conferentie gehouden in dit gebouw dat je hier ziet. En daar wordt uiteindelijk gekozen voor de definitieve Endlösung, de eindoplossing, namelijk de deportatie van de Joden naar de concentratiekampen, die in het oosten van Duitsland en het oosten van Europa vooral liggen. En in die concentratiekampen zullen miljoenen Joden systematisch gedood worden. En dat is dus een voorbeeld van zogenaamde genocide.